Helemaal super leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Ik had een superleuke intro gemaakt, maar toen zei mijn SD-kaart al dat er een fout was. En blijkbaar heeft hij dus helemaal niks opgenomen van de intro. Dus bij deze een nieuwe intro met minder uitgroei, zeker zonder uitgroei. In deze video ga ik meedoen aan een online event met Kis en Chris. En ik hoop dat jullie het een heel leuke video vinden. Dus heel veel plezier bij het kijken. Waar zijn we nu? Even kijken. Paspoort is rijdenproef 18 van de klasse M1. Paspoort filmen 10 seconden. Waaronder het transpondernummer en de aftekeningen van het paard. Zijn we ook zo klaar? Zijn we zo klaar mee, want die heeft hij niet. Ja, dit gaat over Chris. Waar beginnen we met Chris? Dan je bibs filmen. En de sporen. Plus de sporen. En dan kan je beginnen. En dan proefrijden. En dan moet je, dit moet allemaal in één keer, dus je mag niet één keer stoppen of zo. Dus het is echt drama open, gaat de buurman niet gras maaien. En dan na de proef moet ik naar jou toe lopen. Ja, dan moet je nog even mijn face. Ja, en dan moet je zo je klep van je... Nee, dat hoeft toch niet. Doen, want anders zie je je gezicht niet. Ik heb zo'n gigantische schotel. Na de proef, hoofd van de ruiter filmen. Kijk, we hebben de ring al klaar liggen. Die hebben we gisteren 2040 gemaakt. Super chill als je dit zelf hebt. Het was een investering, maar ik ben er wel heel blij mee. Dus daar, dit heb ik dan over. En we hebben hem zo liggen. Want eigenlijk is het fijner om zeg maar de korte zijde. Dit is zeg maar C. En dat is A. En eigenlijk is het fijner om zeg maar het open stuk te hebben. Niet waar de jury staat. Want net als eigenlijk normaal rijden op wedstrijd zijn hier dan mensen aan het losrijden en rijden altijd die kant uit. Maar nu is het hier andersom, want de zon is altijd daar. De buurman is al aan het grasmaaien. Top. Ik hoop dat hij zo stopt. Je moet dus met je telefoon filmen. Dus je mag niet met Pixio of iets. Je moet gewoon met je telefoon filmen. Je mag niet zoomen. Dus je moet zo'n raster instellen, je telefoon op vliegtuigstand zetten, dat je niet allemaal berichten krijgt. En dan moet je jou in het midden van het raster houden en je moet in één slag doorfilmen. Dus het is echt serieus best wel een dingetje om het op te nemen. Zo, het is niet, in ieder geval, wij vonden het best wel niet zomaar even gedaan of zo. Maar verder hoef ik vandaag niet te rijden. Alleen maar Kis en Chris gaan we dus de proefjes opnemen. En dan zijn we klaar voor vandaag. Op een echte wedstrijddag. Ik ga hem ook invlechten zo. Dus ik begin met Chris. En dan kan de rest naar buiten. Dat is ook wel chill. Dat allemaal lekker zijn vriendjes om de ring staan. Als we aan het rijden zijn. Lekker rustgevend. Ik voel meer deze. Maar deze. Die. Ja, ze zitten hetzelfde. Wist je trouwens dat deze grote. Ik vind die veel lekkerder zitten dan die kleine. Die vallen meer over je hoofd. Dat zie je, dan valt ook echt je halve hoofd weg. Maar dit is de zwarte, dit is de blauwe. Ik heb blauw, dus ik denk blauw. Deze doe ik echt iedere dag op mijn trainen. Dat vind ik echt zo'n heerlijk ding. Dus we gaan voor deze. Goed, vind jij het ook goed, man? Ja. Okay. Ja, ja, blauw is mooi. Dan gaan we voor blauw. Blauw jasje, blauwe cap. We hebben hier ook blauw dekje. Oh, je hebt het eventsdekje gedaan? Ja, ik heb het eventsdekje gedaan. Want het is events crisscross. Nou, moeten we hier nog iets van gaan maken? Vies lel. Oh, schat. Ja, ik zie het. Nee? Ja, nog een keer. Oh, je kan het. Ja, goed zo. Ik begin met Chris, want Chris is eigenlijk altijd het rustigst. Die is altijd het liefst. En nou zijn ze nog niet buiten geweest. Ja, goed zo. Oké. Oké. Nee. Kom. Goed zo. Chris staat daar ook al op de plek. Ik begin dus altijd met Chris. Het liefst omdat Chris dus super lief is en... Kis kan dan nog even naar buiten. Kan die even buiten bokken. In plaats van bij mij erop.
Nou, de buurman moest per se gras maaien. De buurman daarnaast moest gras maaien. De buurman die hier direct naast zit, die moest ook takjes maaien. Dus zat hij met de grasmaaier. Nou, toen had ik nog het verkeerde paspoort voorgelezen. Met de verkeerde aftekeningen van de andere kaartje. Dus ja, van Kis. Ik had Kis een paspoort te filmen. Maar het staat erop. En hij deed het hartstikke goed. Echt een maand geleden dacht ik nog, kwam dit ter sprake of zo, denk ik. En toen dacht ik, nou, misschien de L1 of de B zonder galop. Maar hij is zo hard gegaan de laatste tijd. Gewoon een M1-proefje kan rijden. Dus ik ben benieuwd of wat voor punten terugkrijgen straks. Maar hij heeft het hier wel super goed gedaan. Nou, waar is hij dan? Nee. Mm-mm. Nee. Die krijgt niet. Weet je nog, ja? Dit is gewoon wel vies. Kijk, deze bedoelt hij. Ja. Hij weet waar ze staan. Kis doet het andersom. Die vraagt van, mag ik alsjeblieft een koekje? Dat is dit. En dan gaan we, eigenlijk moet je dan een strong parent zijn. En dan, nee, je mag niet vragen om een koekje. Je mag niet vragen om een koekje. Want zo staat hij dus, zoals een soort stalgebrek geworden. Dus, nee, het is klaar nu met de koekjes. Hij heeft ook zo'n grappig gezicht, wat hij dat betreft. Zo'n een soort van, ik zeg altijd, hij lijkt op die ene van Cars. Kijk, als hij ook heeft zo'n voortandjes. Ja, je kan het heel goed. Ja. Yes. Nou, hè? Ik ga hem vlechten. Hij is zichzelf voor ons extra vies gemaakt. Mijn rijbroek ziet er echt uit als zo'n smerige springruiter die al 8 beesten heeft gereden. Ja, mama gaat hem dus poetsen. Ik ga proberen om dit nog enigszins gebroken wit te houden. En dan ga ik hem invlechten. Dan is Kis aan de beurt. Nou, kijk deze knappe man is staan. Knapzak. Helemaal in de knotten. Mooie klimvoeten. Ik hou echt van dit paard met zijn zwarte voeten. En zijn mooie voortuitjes. Kies, echt mensen denken gewoon dat je gezicht de hele tijd zo zit nu. Ik weet niet of dat het jullie sowieso was opgevallen, maar Kis is zo veel breder geworden het afgelopen jaar. Dat is niet normaal. Trouwens, even kijken. Heb ik een vieze snor? Dat is echt omdat die paarden zo stoffig zijn. Dan zit je één keer aan je gezicht. Oh, en mijn cap, dat doe ik ook altijd. Even zo hier het rondje even bijhouden. Het gaat er allemaal stof in die naadjes zitten. Dan voel je, dan zit er zo'n stof op je cap. Heel naar gevoel vind ik dat. Ik moet straks al af. Maar Kis is dus echt super, super breed geworden. Ik zal even een foto hierin editen. Dat jullie het verschil ook kunnen zien. Voor degenen die dat nog niet op Insta hadden voorbij zien komen. En veel mensen vroegen ook wat wij voeren. Wij voeren horsemolen. En het is natuurlijk een combinatie van management. Qua training, voer. Dat hij lekker in zijn vel zit. Dat soort dingetjes. Nou, Kis houdt erop. En dan wordt het echt wel een hele erge bink nu. Dat is mijn grootste, breedste, dikste paard momenteel. Hè? Dus nu moet ik voor mijn lieve kleine Chrisje op deze terror-nelpaard. Dus hopelijk is hij net zo lief voor mij als Kris. We moeten namelijk uitstrekken galop op de volte. En dat is niet mijn oefening. Dus ik ga hem even af opzadelen. En dan gauw beginnen, want de buurman stopte net met grasmaaien en die ging net weer beginnen. Dus ik ben helemaal, let's do this. Nou, Jill is nu aan het losrijden voor de proef die we daar gaan opnemen voor de KNS. En meestal doet ze heel even alle dingen een beetje aanstippen, even doorrijden. We hebben natuurlijk de hele week dit al getraind. En hij weet ongeveer wel wat er van hem verwacht wordt. Dan nu eventjes een paar dingetjes doorrijden. Voor het gevoel dat het goed is. Het is natuurlijk nog best wel heel moeilijk. Het zijn allemaal jonge paarden en het is wel heel leuk om te doen. Even op de andere hand. Knappe
is. Het is warm.
waarom heb je een jasje aan? Anders zie ik eruit als een croissantje op beeld. Vind ik niet zo chic. Dus ik heb in mijn jasje gereden, met dit jasje. Oh, hij deed echt goed. Hij deed heel goed. Ik ben heel benieuwd wie jullie beter vinden. Of ja, beter. Ik denk dat ze allebei plus en minpunten hebben natuurlijk. Dat had ik in de vorige video ook gezegd. Maar ik ben benieuwd welke proef jullie, als jullie dan gaan punten. Want we weten natuurlijk pas over een paar, oh, dat duurt echt nog dagen voordat we daar de uitslag van weten. Welke jullie beter zouden vinden. En ja, ik ben heel benieuwd. Want ze lopen natuurlijk hetzelfde proefje. Ze zijn even oud. Ik ben tevreden. Ja. En ze zijn er nou helemaal sad dat jij niet mocht. Nou, zo leuk was het niet hoor. Eens en nooit meer. Wat een werk. Hi kippie. Nou, gaan we jou eens even uitvlechten. Nee, niet meer. Nee, gaat niet gebeuren. Nee. Hij is een beetje bezweet. Ga zo. Kijk, die wilde ik ook laten zien. Dit zijn de nieuwe hooiruiven. Eerst hadden we daar de bakkers staan. Maar daar kon jij niet mee omgaan. Nee, daar kon je niet mee omgaan. Gebruik ze als toilet. En nu hebben we deze hooiruiven. En dan kan je hier zo open doen. Oh, hij blijft nu ook gewoon. Hij gaat nu ook gewoon niet dicht. Oh, er zit ook hooi tussen. Oh ja, hij zit vast. Ik weet hoe die vast moet. Oké. Okay. En ja, super. Helemaal blij mee. Jij ook blij mee? Of is dit te veel moeite? Jullie hebben allebei heel goed je best gedaan. Nou, kijk nou hoe cute. Hoe was jouw proef? Beter dan die bij jou? Nee, ik weet het niet. Wie is de beste? Wie is beter? Maandag mag ik naar de kapper trouwens, jongens. Oh, yes, yes. Ik wil nog even zeggen, want ik heb net de filmpjes even rustig terug zitten kijken. Of dat alles erop stond en zo. Want dat zal je dan ook wel weer net zien. Dat het iets mislukt is of zo. Maar het staat er allemaal goed op. En het is zo, ja, het is zo anders. Ik vind het sowieso eigenlijk heel moeilijk om thuis proef te rijden. Heel veel mensen zijn juist vinden het fijn omdat ze zenuwachtig zijn. Maar op de een of andere manier, ik ga op wedstrijd in zo'n flow. En dan, ja, dan zit ik er heel erg in. Ik moet zeggen, ik had er hier eigenlijk ook wel. Meer dan dat ik, als ik gewoon aan het trainen ben, ja, dan durf ik eigenlijk bijna niks. En dan vind ik het allemaal, weet ik niet. Dan ben ik blij dat als ik op wedstrijd ga, dat het niet thuis is. Maar dat ging op zich best wel goed. Maar ik vind wel dat je het heel moeilijk kan zien op een filmpje. Om zo'n proef met je dus helemaal niet kan in of mag inzoomen. Het is niet erg dat het iets vertekent. En moet ik gewoon nog meer impuls rijden. Dat er nog iets overblijft op het filmpje de volgende keer. Nee, maar zo gaan we gewoon iedere keer stapjes verder. En ik vind het gewoon goed. Dat was eigenlijk meer het doel voor mij. Ik mag natuurlijk eigenlijk alle klassen starten die ik wil. Ik mag ook doorstarten. Ik hoef geen winstpunten te halen. Ik mag tot de Grand Prix bij wijze van spreken. Of tot en met de Grand Prix. Gewoon starten wat ik wil. Maar... ja, voor zo'n jong paard vind ik het wel eerlijk om ook een beetje zo jezelf te verdiepen in een bepaald niveau. Dat hij de kans krijgt om dat een beetje in de vingers te krijgen. Dan dat je meteen zegt van, oh, ik wacht gewoon totdat hij 6 is. En dan galopeer ik gewoon, ik galop de AC-lijn over en dan op de TZ. Stang een trens erin en ga met die banaan. Want ik vind dat gewoon, ja, ze moeten wel een beetje het spelletje gaan begrijpen. En het leuk vinden, zelfverzekerd worden. Snappen dat het gewoon dat ze even in die 7 minuten hun best moeten doen. Dus ja, daarom heb ik mezelf wel een beetje gedwongen. Dat doet mijn moeder ook wel een beetje. Om toch mee te doen aan dit soort dingen eventjes. Omdat ja, ik wil ze graag in januari set gaan starten. En anders dan zou ik gewoon nu weer de hele tijd niks doen. En nu heb ik hier wel echt naartoe getraind. Dus ja, en ik heb dan, als ik dan echt het proefje ga oefenen, dan voel je dat zo dicht achter elkaar gaat. En dat is gewoon echt super moeilijk. Dus voor de mensen die M rijden en denken, oh, ik vind het echt moeilijk. Ik vind het ook serieus super moeilijk. Dat zie je ook in de proefjes. Bij mij is het ook absoluut niet perfect. En ik had nou ook een beetje veel van, kijk, als je Kiss en Chris ziet, de een kan weer heel goed stappen. De ander kan iets minder goed stappen. En de ander kan weer, heb ik weer iets meer. Net als met Kiss heb ik iets betere, hoe zeg je dat, afstemming al. Omdat ik die natuurlijk al sinds dat die 3 is rij. En Chris heb ik nog maar een paar maanden. Dus dan zie je dat weer. En ja, ze hebben echt allemaal hun plus- en minpunten. Maar ja, overal ben ik gewoon heel tevreden dat we dit vandaag hebben kunnen opnemen en neerzetten. Ja, nu is het even afwachten
Wat de punten doen. Dus zal ik jullie wel van op de hoogte houden. En hoe het nu verder gaat. Ik ga dit wel maar één keer doen. Dus ik heb dit nu gedaan. Omdat ik daar graag naartoe wilde trainen. En nu vind ik het mooi geweest. Nu ga ik wat ik nu in de proef heb gezien. En vind van oh dit en dit en dit. Wil ik nog verder trainen. Veel krachttraining doen met de jonge paarden. Veel basiswerk om ze soepel te maken. Elastisch. En ja, dan ook aan de zijkant nog wat oefeningetjes verder erop zetten. Maar dat vind ik eigenlijk nog niet eens zo belangrijk. Ik wil gewoon zeg maar de onderliggende basis en de kracht en de souplesse en voor het been uit. En dat soort dingen wil ik allemaal nog veel beter maken. Maar dat heeft echt tijd nodig. Dus daar kan je niet zomaar overhaasten. Dan gaan we langzaam weer doortrainen. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Dat ik jullie heb meegenomen in mijn online event. En mijn online wedstrijd. Ik hoop dat we gewoon over een tijdje weer echt op wedstrijd kunnen. Zodat we ook echt tegen elkaar kunnen rijden. Want dat is wel een beetje het spelletje. Dat vind ik ook leuk. Dat was het dus. Dit was het dan voor vandaag. De video van Matjo komt er ook aan. Maar daar moet ik even een soort van moed voor verzamelen. Zoals jullie weten. We hebben inmiddels... De as staat hier. Ik heb ook gefilmd bij het crematorium. Dus ik moet even gaan kijken hoe ik dat allemaal ga vertellen. Maar die komt er natuurlijk aan. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Geef zeker een blauw duimpje omhoog als je ook trots bent op mijn kleine baby's. En dan zie ik jullie weer heel graag bij de volgende video. Doei doei!